week zeilen we van Ibiza naar Mallorca. We worden het niet eens over de route en met Valencia in zicht nemen we tijd voor bezinning op onze toekomst. We ontmoeten vrienden en nemen ze mee totdat de zeeziekte toeslaat. Maar ook het weer slaat om en we gaan op zoek naar bescherming. We verlaten Santa Eulalia en we gaan naar de oostkust van Ibiza om daar de oversteek te maken naar Mallorca. Maar waarschijnlijk zeilen we toch door naar Mallorca. Een bumpy ride wordt het wel. Bootkoers liggen. Oh, ja, dat wil ik wel. Helaas heeft de wind een stuk in de steek gelaten. We zijn onderweg naar Mallorca. Naar half maar kwarrel in. Dan weer hard, dan is hard. En nu krijgen we ook de rust om na te denken over wat is een volgende stap in ons leven. We hebben het natuurlijk behoorlijk overhoop gegooid en hoe willen we dat vorm gaan geven. Dus dat begint ook een beetje te sudderen. Inmiddels is ook hier de herfst begonnen, maar het wordt langzamerhand wel wat kouder. Dus de zeiljassen zijn uit de kast gehaald in plaats van een hemdje en een t-shirtje. Martin en ik hebben wat oneenigheid over waar we naartoe gaan op Mallorca. Of we dan ook weer op tijd terug zijn als Marijne en Jessie komen. Lisa wil graag het noorden van het eiland verkennen. Maar ik wil het liever niet. Ik wil voorkomen dat we onverwacht vast komen te zitten door het weer. En niet op tijd terug kunnen zijn. Te heel snel dit prachtige, prachtige, prachtige baai. Oh, wat is het hier mooi. René en Esther liggen in... zitten in Soler en Martin wilde daar vanochtend naartoe, ik niet.
Ja, je moet hier een t-shirtje aan. Je mag wel op het terras zitten, maar wel met t-shirt. Martin past op te drinken, terwijl ik boodschapjes heb gedaan. We gaan weer op pad. Dus de dinky wordt weer meegenomen en vastgebonden. We liggen nu in Porto Soler. Ja, schattig plaatsje. En we zijn los, dus we kunnen op weg. En het eerste stukje altijd op de motor, zodat je je route kan bepalen, je koers even goed gaan liggen. En dan kunnen we kijken of er gezeild kan worden. Liggen we dan in het haventje bij Andrat. Allemaal andere bootjes aan een boei. En daar hebben we een soort van pier in het water, zodat we beschermd liggen tegen de swell. En daar komen René en de kids om een dag te gaan zeilen. Onze dinky is nu toch echt hier, dus ik hoop dat ze er überhaupt dat ze aankomen. Heel goed! Thijs, super. Maar helaas, de jongelui voelen zich niet lekker. Ik breng ze naar het strand en René zal ze later ophalen. Martin die heeft net Marloes, Thijs en Maren naar de kant gebracht. En toen zijn ze door een golf overspoeld, zeg maar. Nou, gaat Martin met René. Dat was heel leuk. Ja, we zijn er bijna, maar... We lagen aan een boei en ik weet niet hoe we het gedaan hebben, maar... De lijnen liggen echt volledig verstrikt om de boei. Nou, we zijn nu bijna los. Blij dat het nu even niet regent. We liggen los. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Nou, op naar de haven. Dat zou ik zeggen. Ja, pas op de stok. Ja, jij ook. We gaan naar de haven, omdat het slechter weer wordt. Martin, let op! Wat gebeurde er? De diepte, die knalde ineens naar minder dan 3 meter. Oké. Okay. Andratsks is een van de vele kustplaatsen die Mallorca rijk is. En je kan er prachtig in de omgeving wandelen. Daar hebben we nu nog geen tijd voor gehad, maar dat gaan we doen als Marijne en Jessie komen. Het slechtere weer is nu toch echt wat dichterbij gekomen. En in de haven kunnen we schuilen voor regen, onweer, windstoten en dat soort dingen. Maar goed, dat zien we de volgende keer.